De IJsselderby dus. En dat is niet alleen een strijd tussen Zwolle en Deventer. Het is ook de strijd tussen twee mascottes. Tussen enerzijds de adelaar en anderzijds de wolf, Zolfie. Maar de vraag is nu, wie van die twee is het sterkste? De wolf of de adelaar? We hebben het voorgelegd aan een aantal deskundigen. Gerrit Zandvoort, waarom wint een roofvogel het altijd van de wolf? Nou, ik zou niet zeggen altijd, maar in de meeste gevallen denk ik wel. Nu is het wel zo, nu is dit een bald eagle, ja. Maar een steenarend die komt van grote hoogte en die vliegt zo op een wolf en die maakt hem zo door. Arend Spijker, boswachter, wolvenliefhebber. Is de wolf een winnaarstype? Wolf is een winnaartype, zeker. Die overwint altijd, dus hij ook blijven. Is lang weg geweest, 100 jaar weg geweest, maar hij komt weer. Heeft de roofvogel ook geniepige trekjes? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nee? Het is alleen dat hij hem grijpt van boven, dus de wolf die ziet hem niet. Hij probeert inderdaad, als het even kan, op de achtergrond te kijken en te observeren van waar kan ik en hoe kan ik zo snel mogelijk, hoe makkelijk mogelijk, de prooien bemachtigen. Counteren heet dat eigenlijk, hè? Ja, counteren. Even vanuit de dekking, even zich terugtrekken en dan met elkaar overleggen en proberen te omsingelen, de prooien. En dan erop af. Oh, ja. Kom maar. Toch kan hij aardig een tik uitdelen, zie ik al. Dat doet hij met de vleugels, maar de klauwen zijn altijd gevaarlijk. Kijk, die snavel is een hele grote snavel. Dan moet hij natuurlijk wel die vis mee stuk maken. Ja. Maar de klauwen, die zijn altijd het gevaarlijk van een roofvogel. Als een wolf nou in gevecht zal gaan met de adelaar, en dat gaat gebeuren, wie gaat er dan winnen uiteindelijk? De wolf wint. Waarom? De wolf wint altijd. De wolf is een sociaal dier, die werkt samen en dat doet die adelaar niet. Dat is een solist, dat is een individualist. En die moet het allemaal alleen doen. Hij is echt een aanvaller. Hij wacht niet af. Dat is dus ook de manier om de wolf te bestrijden, om aan te vallen. Altijd. Ja. Ja. Altijd de aanval, ja, dat is het beste. Ik heb dezelfde naam, hè, van de adelaar. Ik ben ook Arend. Maar toch heb ik de voorkeur, moet ik eerlijk erkennen, voor die wolf. Kijk, het is natuurlijk een gigantische mooie vogel met een uitstraling van ik weet niet wat. Ja, ik vind hem een mooiere uitstraling hebben dan een wolf, met alle respect. Ik ga toch echt voor die wolf. Ik ga voor die wolf. Die wolf is te lang ook in de verdomhoek heeft hij gezeten. En ik gun het die wolf gewoon. Ik denk dat het 2-3 gaat worden. Voor de eagle. Toch weer voor de eagle? Dat denk ik. Als je met een mes op de keel zegt van wie gaat winnen, dan zeg ik die wolf. Met hoeveel? 1-0. Aanstaande zondag dus, de IJsselderby met de grote vraag wie gaat het winnen? Hij of de wolf? We gaan het zien.